How do you feel about yourself now? Right. Yes, you can do it. Nobody's going to see. Come here. You can do it. Nobody's going to see. Yeah. Als het echt zo is dat mensen met een psychose ook het gevoel hebben dat ze er zijn en dan eigenlijk weer zo hard op hun neus kunnen gaan dat ze er niet zijn, dan vind ik dat heel heftig. Ik denk vooral dat mensen die er niets van weten, dat die dit een hele heftige ervaring kunnen vinden. En heel benauwd kunnen worden. Ik had ook zoiets van, nou, ik wil er nou wel uit. Ik vind het nou klaar. Ik vind het goed. Het is heel, heel bijzonder. Want je denkt, gelijk in het begin al was ik eigenlijk de weg al kwijt. Waar me heel erg opviel waren de lichten, de kleur, de felheid van het licht. Dat was heel intensief. En de overgang van het lichte naar het hele donkere. Wat me verder opviel was van, dat je heel erg op zoek bent naar de uitgang. Now it's very funny how we use the word I. If we just refer to common speech. Dit doe ik nooit weer. Dit was echt een hel. Ik ben blij dat ik eruit ben, echt waar. En ik had. Na een tijdje had ik ook zoiets van, mag voor mij nu ook wel afgelopen zijn. Dus ik hoop er nooit in te komen. Use your special power. Record everything. Everything. Please. Ik vond het vooral gewoon erg om de oriëntatie kwijt te zijn, de weg kwijt. Mm. Voor een gevoel dacht ik van, waar ben ik dan fout gelopen? If we just please, to common speech. Put on the It cuts with such precision, you can make delicious razor-thin slices of the most delicate foods. Tomatoes, meat. And the question of who is the top horse is between two colts. Even zag ik een camera en denk ik, zij zijn me aan het filmen. Heel onwerkelijk ook. You are running on so far. Rats can kill you. Ik zat vooral naar de grond te kijken. Ik dacht een structuur, of in ieder geval gevonden te hebben dat ik in die aluminium strips dus kon zien waar ik langs zou moeten. Maar... Chopping, slicing, dicing, cubing, mincing tool ever invented for the kitchen. It's called... Hoe kan je er een beetje een beeld van maken? En dan, het oordeel van, ja, die mensen zijn gek, dat is dan wel heel makkelijk gemaakt, maar ik zou eigenlijk zeggen, dan gaan ze in hun schoenen staan, dan weet je een beetje hoe het is. Dat, gelukkig was dit maar een spel, maar dit, zo hoef ik het niet mee te maken. Dat is heel moeilijk om in te schatten, goh, wat voelen die mensen nu? En door middel hiervan kun je toch zoiets hebben van, hey, dit voelen ze dus. We hebben wel eens wat van ervaringsdeskundigen gehad, les gehad en zo. En die vertelt allemaal het een en ander, maar ja, om het zo te beleven is echt gigantisch. Ja, echt heel indrukwekkend.
En ben ik blij dat ik nou weer gewoon in de normale klas sta. Dat, ja, dat gevoel is wel, ja, ik kan me voorstellen dat je daar helemaal gek van wordt. Ja. Ik wist niet hoe ik eruit moest komen. Ik denk, niemand kan mij redden. En ik denk dat je dat idee een beetje krijgt als je er niet onderdoor kan kruipen of niet veilig in een lokaal zit. Het is een hele bijzondere ervaring. En ik vond het ook wel een beetje eng. Zo van, wat gaat er gebeuren? En waar is hier de nooduitgang een beetje, dat idee? Maar het is wel goed. Het is wel een goede ervaring. Ja. Ik vind dit al wel vrij heftig. Dat doe ik zo even. Van, en ik zie wel wat er op mij afkomt. Zo, maar het viel me echt... Ik kan niet verwachten dat het zo'n impact zou hebben. Een hele aparte ervaring. Omdat je de controle kwijt bent. Daar ben ik niet gaan. Rise and go like waves on the water. All the time they come and go. I stabbed a doll with a spear once after being severely traumatized, but the next time I refused. He used many pain induction techniques, but as I got older, I resisted more and more. You go to bed at night, you later, you take responsibility for yourself.